Wat er gebeurde in de vorige Content Veen aflevering. Dames en heren, ik welkom u hier bij de rechtszaal. Ik leid deze rechtszaak graag. Okay. Ik heb een objectieve mening en sta geen partij. Dus, hoe doe ik het? Staat het een beetje goed voor mij? Iedereen is wel, toch? Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat we wel een goede kans maken te winnen. Is als uitkomst gekomen en daar is niks aan te veranderen en is rechtig verklaard. De winnende partij is... Nou. Ja! Nee. Yeah. Nee. Dat is heel makkelijk. Kijk, ik heb taart met je noem. Er zijn wel kaartjes op. Ja. En dan eet je hem op. Ja, iets mis. Dit is Fred. Mijn uitspraak en Fred. Daar moet u het mee doen. Maar ik was... Ik... Nee! Yeah. Nee! De strafeis van de rechtbank voor de verliezende partij is... Kijk, heb hier een bakje voor de taart. Ga eens weg! Ik wil geen taart! 8 verschillende uren taakstraf. 8 verschillende uren en taakstraf. Daarnaast nog wat? 20 emeralds, maar die zijn van mij. Fred, hoe kan je mij nou schuldig noemen? En waarom? Het hele schoonmaken van het oude gedeelte van de stad. Yes. Het schoonmaken van het oude bezemen gedeelte? Van de straten voor het nieuwe meubilair. Fred, kom op nou. Ik doe al zoveel. Moet dit ik is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. De zaak is afgedaan. Oh. Nou... Oké, dankjewel. En nu voor ik ga niet in van de taart. Is yeah. Goed. Feestje. Nou, hey, Martin, hey, ik heb verloren. Hey, hey. Ja, geen probleem. Geen probleem. Ik ga ook niet betalen nu, hè, dat weet je. Want ik zou betalen in roem en glorie, maar die krijg ik niet, want ik heb verloren. Ik ga taart in. Nou, jongens, wat is dit? Jan, high five, yeah. Jongen. Yeah, goeiedag, man. Hey. Oh, jongens, ik heb verloren. Het is niet te geloven. Ik moet nog 20 diamonds betalen. Het is, kijk, ze ook feesten met z'n tweeën. Oh, mijn god, jongens. Het is echt niet te geloven. Ik heb gewoon verloren. Ik heb oprecht gewoon echt de rechtszaak verloren van Boer Jan. En ik krijg 8 verschillende taken, 8 verschillende uren. Dus 8 taakstraf. 8 verschillende taakstraf krijg ik gewoon. Dat slaat toch nergens op? Wat moet ik doen? En ik moet 20. Heb ik niet al 20 emeralds voor Fred? Weet ik niet. Misschien. Ik weet het niet. Ik ga me... Oh mijn god, jongens. Ik ben echt gewoon even helemaal verdrietig. Ik ben gewoon echt even helemaal verdrietig. Hoe kan dit nou? Hoe kan ik nou... Kijk, daar heb je Fred. Hij heeft zijn outfit alweer klaar. Wat? Fred, waar ga je heen? Dat heb je snel gedaan, ongekleed. Waarom heb je me nou laten verliezen, man? Ik heb een nieuwe baan. Wat? Hoezo ben je ontslagen? Nee, rechter. Wat? Ja, dat heb ik gezien. Ja, ik dacht, ik kom het nog vertellen. Ja, je bent letterlijk net schuldig genoemd. Ik heb de rechtszaak verloren. Dit was leuk. Dit ga ik vaker doen. Fred. Doe je dan weer mee? Nee, ik wil liever niet meer naar binnen. Zeker niet nu ik verloren heb. Waarom nou? Ik vond het gezellig. Waar ga je heen? Ja, ik weet het niet. Wat zijn de taakstraffen? Wat moet ik überhaupt doen? Ik heb 8 verschillende taken. Die kun je later innen bij de rechtbank, bij de receptie. Bij de receptie kan ik zien wat ik moet doen. Klopt, ja. En hoe lang heb ik daarvoor? Waarvoor? Voor die taken? Binnen een week uitgevoerd. Binnen een week uitgevoerd. Nou weet je, komt helemaal goed. Dat ga ik regelen. En 20 emeralds, die ga ik ook naar de rechtbank brengen. Ja. Of moet ik die naar jou brengen? Ja, bij die jij. Nou, Fred, dat gaan we regelen. Ga jij naar je nieuwe huis? Je loopt, ik weet niet waar je heen loopt. Met jou mee, ik vind het gezellig. Ja, maar Fred, ik moet ook nog dingen doen. Fred. Wat nou? Waarom volg je me? Wat zie je er netjes uit? Ja, joh! Ik had maar zelfs netjes aangekleed. Ik had mijn best gedaan en zo. Ja, haar zit ook goed. Ik heb niet eens haar. Klopt. Nou, Fred, ik ga er vandoor. Ik ook. Ik ga wel kijken wat ik kan regelen en dan zoeken we het uit, oké? Okay? Ja. Komt helemaal goed. Jij ook. Dankjewel. Fijne dag. Fijne dag. Waar gaat hij heen? Fredje woont hier niet meer. Verkeerd adres. Oh mijn god, jongens. Echt waar. Oh, wat erg dit. Taakstraf. Een taakstraf. Het is niet te geloven. Ik ga hem ook gewoon op mijn bord zetten. Ik ga hem op mijn bord zetten hier. Gewoon. Kijk, ik heb nog 1 dingetje over hier. Zo. 8 taakstraffen uitvoeren. Zo. Gaan we die ook gelijk eventjes mooi rood maken. Moet ik 8 verschillende taakstraffen uitvoeren, jongens. Niet te geloven. Oh, nou. Hippiekwief. Jongens, we zijn 2 dagen verder in het leven. En dat bedoel ik, in het echte leven zijn we 2 dagen verder. Sinds dat de rechtszaak is geweest. En helaas had ik hem verloren. Ik heb het even kunnen processen. Ik heb even lekker mijn ding kunnen doen. Maar ik kwam mijn kasteel in. Ik keek even in de brievenbus. En ik heb een brief gekregen. Tijd voor je eerste taakstraf. Groetjes, Fred. Groen. Het is tijd voor mijn eerste taakstraf. Ik weet alleen niet waar ik naartoe moet. Dus ik ga maar gewoon naar zijn huis. Ik ga gewoon naar de rechtbank kijken of ik hem kan vinden. En we zien het wel, weet je. Maar in ieder geval, het is tijd voor de eerste taakstraf. Oh, wat een heel. Ah, daar zijn we. Ik heb echt gewoon trauma's nu aan dit gebouw, jongens. Ik heb hem zelf gebouwd, maar ik heb nu al gewoon trauma's aan het feit dat ik hier
een rechtszaak heb verloren van de boeren. Van letterlijk boer Jan. Echt, kon het niet. Maar goed, daar zijn we. Even kijken hoor. Is Fred hier ergens aanwezig? Fred, ben je hier ergens? Waar ben je? Hallo? Fred! Hallo, Fred! Fred, ik zie... Wat doe je? Fred, kom eens hier. Klik, bong, ding, ding, dong. Hallo. Ding, dong. Hey. Kan ik helpen? Ik ben al druk. Ja. Zag ik. Hey, ik heb de brief gekregen. Ik kom eerste taakstraf doen. Ja. Wat is er wat ben je doen? Ik ben zo druk. Waarmee? Waarmee? Nieuwe baan. Nieuwe baan? Hoezo? Je bent toch rechter? Ja, ook. Maar wat is dan je nieuwe baan? Man van vele banen. Robot van vele banen. Ik kan zeggen, noem je jezelf nou een man. Hé, ik kom eerst de taak uitvoeren. Hoeveel taakstraf had ik nou? 9 of 8? Wat is het? 9. Nou, ik wil de eerste uitvoeren. Ik heb de brief gekregen. Het is tijd. Ik weet het. Laten we het doen. Dan zijn we zo snel mogelijk vanaf. Prima. Maar kan niet hier. Dat is prima, maar zeg maar wat ik moet doen. Ik vind het helemaal goed. Naar mijn nieuwe locatie. Als je meeloopt, kan ik het je uitleggen. Ik loop met je mee. Prima. Waarom loop je? Je kan het gewoon over de baan. Weet je, het is prima. Ik loop met je mee. Laten we gaan. Waar gaan we heen? Waar is het? Deze kant op. Deze kant op, oké. Dan deze. Waar gaan we nou heen, Fred? We zijn er bijna. Dus ja, dit is mijn oude huis, maar dat is natuurlijk niet. Dit is jouw oude baan hier. Dat zal het ook al niet. Het is wel in de bank. Oh mijn god, wat gaan we doen? Fred, waarom moeten we naar de bank? Wat gaan we doen? Kom nou gewoon. We gaan naar de tweede verdieping, jongens. De tweede verdieping is al zo lang leeg. Oh mijn god, zeg me niet dat hier... Is hier eindelijk iets gebeurd? Het is ingericht. Eindelijk. Oh mijn god. Wat is dit, Fred? Waar ben ik? Het is een kantoor. Waar zijn we beland? Is het hier een kantoor? Dit is een waterkoeler. Wat is dit, Fred? Een kantoor. Van wat? Van de bank? Oh mijn god, kijk jongens. Hier heb je prachtig uitzicht op de bank zelf. Maar wat is het allemaal? Morgen is de grote dag. Morgen komt mijn baas hier. En ik moet alles klaarmaken. Ik ben bijna klaar. Met wat? Met wat allemaal? Wat is hier gaan? Je bent aan het verhuizen. Daar ben je druk mee. Nee, je bent niet inrichten. Inrichten. Oké. En voor wie? Wat is de belangrijke dag? Wie is dat? Dat kind. Wie is dit? Dat is mijn nieuwe baas. Die nieuwe baas? Wie is dit? Is dit zijn kantoor? Huh? Ja. Ik heb hem nog nooit gezien. Of haar. Gaat het om hem? Lijkt me dat om hem. Hij staat in het midden. Het gaat om hem. En wie is dat? De burgemeester. Burgemeester? Fred, je weet dat ik zeg maar daar een mega kasteel heb staan. Dat ik zeg maar koning ben van de stad. En waar heb je... Bedoel je, er is geen burgemeester in deze stad. Wel, en hij komt morgen. Grote dag. Hoezo? Hoezo komt hij... Hij komt morgen. Neemt u zijn familie ook mee? Ik wil het kind ontmoeten. Wat is dit? Huh? En dit is zijn kantoor. Hier gaat... Oh, dit is allemaal nog... Het is allemaal nog in elkaar wordt gezet. En weet ik wat allemaal. Fred. Maar waarom... Wie is sinds wanneer is er een burgemeester in de stad? Vanaf morgen. Vanaf morgen? Maar hoe heet hij? Nou, dat kan wel niet uit. Dat komt wel morgen wel. Maar waarom laat je me dit zien? Waarom ben ik hier? Omdat en ik wil niet dat er een burgemeester komt. Weggehad. Ik heb een nieuwe baan. Oké. Maar ik had de taakstraf, Fred. En ik weet niet. Ik snap dat op zich dit dan misschien als de burgemeester hier komt een soort gemeentehuis wordt. Klinkt logisch, maar ja, dit is ook de bank. Maar wat is de bedoeling hier nou? Wat is mijn taakstraf? En ik ben zo benieuwd. De burgemeester? Jongens, waarom komt er een burgemeester in de stad? Ik ben koning, dan heb je helemaal geen burgemeester nodig. Wel. Fred, wat is mijn taakstraf? Ja, ik ga het je uitleggen. Oké. Taakstraf 1. Taakstraf 1, prima. Ik ben er helemaal klaar voor. Weet je nog waar ik woonde? Ja, natuurlijk. In een prachtig huis. Ja. Mooi. Mooi. Ja, daar woon je tegenwoordig natuurlijk niet meer, maar ik weet het nog inderdaad, ja. Ja, mooi. Ja. Maar door een fout in mijn systeem is het een bende geworden. En dat past niet bij de stad. Nee, dat snap ik. Je hele huis is gewoon echt een grote bende van binnen. Er ligt overal spullen en weet ik wat allemaal. Dat heb ik gezien, ja. 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 Nou... En bij deze mag jij hem helemaal opruimen, strippen en leeg weer opleveren. Ik moet het hele huis leeghalen, oprecht. Dat is de bedoeling, dat ik jouw hele huis leeghaal. Ja. Oké, nou, prima. Ik vind de taak... Ik kan er nu zo heen vliegen en dan gaan we dat doen. Kan ik gewoon gaan, of... Nee. Oké. Bij de taakstraf hoort meer, natuurlijk. Je krijgt een bijpassende outfit en moet alles inleveren en krijgt per taakstraf jouw benodigdheden. Oh, waar moet ik het inleveren? Bij mij. Nu gewoon hier? Ja. Oké, alles? Ja. Oké, nou dan gaat hier mijn bed, mijn boek, mijn spullen, mijn eten ook? Of
Ja, alles. Okay, alles. Nou, ik heb helemaal niks meer. Ik heb letterlijk niks meer bij me. En je zou ook dat ik een aparte outfit krijg. Waar ligt die? Die kun je vinden in de kast. Welke kast? Waar heb ik die gelaten? Weet ik niet. Weet je? Ik wacht hier wel. Haal jij die outfit voor me en dan vind ik dat wel prima, oké? Okay? Dat is goed. Ja, au. Deze kant. Nou jongens, Fred die gaat de outfit voor me halen en dan gaan wij de eerste taak eraf uitvoeren. A few moments later. Oké, jongens, ik heb me even omgekleed. En letterlijk, de outfit is gewoon een gevangenisoutfit. Als je het zo ziet, het is gewoon... Ik weet dat ik een taak eraf moet doen, maar ik heb ook echt gewoon een gevangenisoutfit aan. Fred, hoe kon je me dit aandoen? Past het? Ja, hij past prima, maar waarom moet ik dit aan? Waarom is boer Jan niet de schuldige? Hoe ben ik ooit schuldig geweest dat ik nu dit allemaal moet gaan doen? De vragen kun je stellen aan de rechtbank, niet aan mij. Jij bent de rechtbank, Fred. Dat klopt. Nou, laat maar zien. Ga je met me mee of moet ik er zelf nu heen? Krijg ik ook nog spullen wel mee? Want ik kan niet natuurlijk nu dingen hakken en zo. Krijg ik eten. Straks verhonger ik. Fred, je moet al goed voor me zorgen nu, hè? Wat een vragen. Weinig daden. Weinig daden, ja. Maar Fred, ik kan ook weinig daden doen met de spullen die ik nu heb. Ik heb niks. Niet zo zeuren. Prima. Het is donker. Moet ik dit 's avonds doen? Echt waar? Een taak in de avond. Het is niet te geloven. Ik heb ook geen bed meer dat ik nu even snel kan slapen of zo. Dat is er allemaal niet. Nou, we zijn op locatie. We zijn op locatie. Ik ga jou de spullen geven. Houd! Serieus? Niet zo zeuren. Oké, sorry, sorry. Dus je krijgt jouw gereedschap, eten en een kist. Daarin kun je alle spullen kwijt. En die moet ik ook weer meeleg geven of zo. Heb je dan een... Oké, prima. Vragen? Nee. Moet ik echt s'nachts beginnen of... Niet zo zeuren. En ik, sorry, nogmaals. Boven is een bed, kun je eventueel slapen. Oké, ja, dan, en daarna hakken zeker. Ja. Oké, nou kom maar op met je spullen. Ja. De eerste taak zelf uitvoeren. Inderdaad, nogmaals, het hele gebouw gestript. Gestript, helemaal leeg. En klaar. Helemaal voor oplevering leeg. Voor een nieuwe bewoner. Oké, prima. Nou, ik krijg allemaal houten spullen, werkgereedschap. Ik heb hier een opbergkist en ik heb taakstrafvoer. Nou, dankjewel, Fred. Geen probleem. Ik ga gelijk aan de slag. Waar ga je heen? Werken voor de burgemeester. Oké. Nou, jongens, laten wij het oude huis van Fred even helemaal leegstrippen. We eten even dat vieze brood wat ik mee heb gekregen. Oh. En wat een bende is het, jongens. Moet ik dit nou allemaal... Het is donker hier ook. Moet ik dit allemaal opruimen? Oh, wat heb ik hier geen zin in. Wat heb ik hier? Ik ga eerst even slapen, want het is echt extreem donker. Kijk, dan wordt het even wat lichter buiten. En dan komt het zonnetje, komt als het goed is weer ergens op. Ja, daar is hij. Nou, laten we beginnen met de bovenste verdieping. De bedden weghalen. Dat kan ik gelukkig met mijn handen. Kisten en zo niet. Zit hier wat in de kist? Nee, helemaal leeg. Oh, wat is dit vreselijk. Dat ik dit ook gewoon moet doen, hè. Dat komt allemaal door die boer Jan, jongens. Laat even in de reacties weten. Wat moet ik er nou hebben? Wat moet ik nou met boer Jan doen? Hij mag van mij wonen buiten de stad. Ik heb natuurlijk ook niet echt buiten mijn stad de rechten. Want ik ben koning van de stad, weet je. Ben ik ook nog koning buiten de stad, is de grote vraag. Ik weet het niet. Zo, in ieder geval, bovenste verdieping is netjes. En dan nemen we de oplader nemen we ook mee van Fred. Zo. Het is wel heel donker hier. Ik heb geen lampjes. Nou, maakt niet uit trouwens. Dat is niet mijn probleem. Schilderijen moeten mee. Ja, dit hier. Ja, dit kan ik beter zo laten zoals het is. Ik bedoel, ik heb geen glas om het dicht te bouwen. Maar ja, ik het glas wel weghalen. Maar het water, dat... Ja, hè? Of wacht trouwens, als ik dan gewoon... Let op, zo doe. En dan de kist hier. Maar dat kan natuurlijk niet door. Die kist kan niet. Wacht, dan die crafting table even opnieuw plaats. Zo. Ja, kijk, dan gaat het water weg. Heb ik het water ook weggehaald. We moeten hem helemaal netjes opleveren, hè, jongens. Dat is het ding. Alles moet weg. Lampjes laten we wel hangen, anders is het te donker. Glas hier halen we ook weg. Ja, dan kan er inderdaad iemand nieuw gaan wonen. Ik ben benieuwd wie je dan wil gaan wonen in het oude huis van Fred. Ik weet niet wat Fred hier namelijk allemaal heeft uitgespookt, maar... Hè? Oh, Fred's oude Gamecube. Weet ik van wat het was. Hij had hier een soort game-pc staan. Of ik snap echt niet wat het allemaal was. Het glas is ook stuk, maar dat is niet aan mij om het te repareren. Oh, hallo. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Wat wil je met je computer hier? Of wat was dit, je tv? Oh, je bent alweer weg. Oké, nou weet je, dan sloop ik hem al gewoon. Ik moest alles weghalen, alles in kisten stoppen, dus dat komt wel goed. Zo, dit hakken we ook. Hoppakee. Zo, dan is deze verdieping ook helemaal leeg. Het gaat sneller dan ik dacht, jongens. Oprecht. Het huis leeghalen, dat gaat sneller dan ik dacht. Het is een saaie taak, zelf dat wel. Maar het kon erger. Mijn tools zijn wel bijna een stuk. Oh, nee. Nee, dit moet met de zwaard. Fred, ik heb hier toch helemaal niet de tool. Weet je, dit haal ik. Laat ik gewoon even zitten. Dat zal vast geen probleem zijn. Oh, jemig. Hallo, Alfred. Wat... Alfred, wat doe je hier? Hey, Alfred, wat ben je doen? Ja. Hey. Ik heb een bezichtiging. Bezichtiging? Het huis is nog niet... Het is nog niet klaar, Alfred. Het is nog lang niet leeg. Mooie zolder. Ja, mooie zolder. Ik weet het. Alleen het is nog niet leeg. Het moet nog gerepareerd worden. Ik ben het nu aan het leeghalen. Ik verdien nu zoveel geld aan mijn museum. Ik kan nu een huis kopen. Had ik nooit verwacht. Alfred, maar wacht nou even tot het leeg staat. Oh, hier is nog vies.
Ja, dat, ik kan nee, het niet weghalen. Nee, ik hoef het niet. Nee, ik hoef het niet. Alfred, wacht nou. Alfred, wacht. Jongen, wacht. Oh mijn god, die Alfred is zo ongeduldig. Nou, laten we maar beginnen aan de onderste verdieping. Even alles weghalen hier. Ook die rare banners en zo. Mijn gereedschap is wel bijna stuk. Dus ik bedoel, het hout. Wat verwacht je dan? Ik ben benieuwd of mijn ex het vol gaat houden. Zo, al het, de banners even mooi slopen. Ja, de reparatie is natuurlijk niet aan mij om te doen, jongens. Ik denk dat, ja, of dat is ook een taakstof die ik ga krijgen, dat ik het huis moet gaan repareren. Maar ik hoef het alleen op te ruimen natuurlijk. Laten we even een kist plaatsen hier buiten. Dat doen we hier, daar doen we vast alles in wat ik heb. Meneer! Zo, even... Oh, hallo, ja? Waar bent u mee bezig? Hey, het huis leeghalen zoals jij hebt gezegd dat ik moest doen. Gaat niet gewoon... zo goed, hè? Hoezo niet? En de kist is te klein trouwens. Ik hou er nog maar één. Oké, Tom, maar hoezo gaat het niet goed? Weet je hoe goed ik heb een klacht gekregen. Een klacht van wat? Van wie? Ja, wat is er? Inderdaad, dat dacht wat? Ik al. Het wat? Is toch vies. Ja, Fred! Fred! Het is toch netjes opgeruimd? Nee. Ja, ik heb geen idee. Daar hangt ook nog een lamp. Die, moeten die ook weg? Leeg. Is leeg. God. Fred, maar ik heb gereedschap niet om dit weg te halen. Dan ga ik dat ook halen. Oké, een nieuwe kist en gereedschap om dit weg te halen. Je ziet me snel. Oké, okay, krijg ik gelijk een klacht. Is die Alfred nou oprecht naar Fred toe gegaan om een klacht te geven? Dat is echt... Oh, die Fred, jongen. Of die Alfred. Oké, okay, laten we dit ook weghalen. Alles moet weg. Ja, dit kan ik ook niet weghalen. Die emerald blokken, want ik heb de tools daar niet voor. Dus... Oh, mijn... oh, dat is ook stuk. Mijn ex is stuk. Maar volgens mij heb ik hem niet meer nodig, dus dat scheelt. De blokken hier moeten weg. Die moet weg. Die groene blokken, die gaan we wel weghalen. Maar ja, ik kan die emerald blokken ook niet weghalen. Oh, hier zit allemaal redstone, jongens. Dit is nog van de vuurwerkshow. Kijk. Wat een werk Julian ooit heeft gestopt in de vuurwerkshow, jongens. Dit was letterlijk de vuurwerkshow van Cold Dead Veen. Voor de mensen die het zo kunnen. Hallo, ik kom eraan. Haal je dat ook weer weg? Ja, alleen het ding is, ik heb het gereedschap niet ook om die emerald blokken te slopen. Wel. Nee, ja, ik heb een houten pickaxe. Ja. Maar dan krijg ik het blok niet. Nee. Dat is geen probleem? Nee. Nou, oké, het is wel groen, hè, dat weet je. Wauw. Ja, mooi maar. Heb je mijn gereedschap? Je krijgt extra straf. Extra straf? Doordat je niet goed hebt opgeruimd en ik een klacht heb gekregen, je hebt... Oh, mijn god. Ja, ik had nog een kist in het huis gevonden, maar het is goed zo. Moet je voor straf deze taakstraf uitbreiden naar ook het repareren van het huis? Repareren? Ik zeg net, dat is niet mijn taak... Oh, maar ik heb de blokken daar toch niet voor? Jij hebt me niks gegeven. Als jij al mijn gereedschappen, al mijn blokken kan geven die ik nodig heb om het te repareren... Gewoon wat steen en wat glas, dan red ik het wel, oké? Ja. Als jij die even ophaalt, dan zal ik het fixen. Ja. Oké, top. Nou jongens, laten we dan maar. Hij wil gewoon... Ja, die emerald blokken, die verdwijnen dan maar, weet je. Prima. Ik wil even dat jullie nu één like achterlaten, jongens. Uit respect voor de emerald blokken die hier opgeofferd worden. Dit had gewoon benut kunnen worden, deze emerald blokken. Er zijn 18 emeralds. Gone. Weg. Gewoon. Staat nu even een duimpje omhoog achter als jij respect hebt voor de emerald. En vergeet even niet te abonneren. Zo, dat zijn de emerald. En ik heb ook gewoon extra straf omdat ik het niet goed doe. Ik doe zo mijn best om dit gewoon te doen, jongens. En dan gaat hij klagen dat ik het fout doe. Ongelooflijk, die Fred. Echt waar. Oh, hij gaat zometeen sowieso naar binnen vallen als ik hier dit weghaal. Hij gaat sowieso naar beneden vallen. Dan kunnen we hierboven nu ook dit weghalen. Zo, daar hebben we nu het gereedschap voor. Hoppakee. Fred. Fred. Ik zei het nog. Fred, pas nou op dat hij naar binnen loopt. Neem jij je taak wel serieus? Natuurlijk, joh. Wacht, ik heb je blokken voor je. Kom maar. Zo. Zo. Wacht. Zo. En dan zo. Kijk, dan kan je omhoog lopen. Heb jij de overige dingen voor me? Ik heb het idee dat jij mij in de maling neemt. Ik ben je huis toch aan het opruimen. Alleen je moet niet zomaar telkens binnenkomen. Dat bepaal ik wel. Oké, wat heb je voor me? Blokken, inderdaad. Ah, kijk. Kijk, dit is precies wat ik nodig heb. Dankjewel. Ja. Een nieuwe ex ook inderdaad. Helemaal top. Dan ga ik verder. Vergeet dit niet. Wat, dit niet? Oh mijn god, dit moet ook allemaal. Maar dit is de buitenkant van het huis, Fred. De keuken moet weg. De keuken? Oh ja, je hebt een buitenkeuken. Oké, gaan we regelen. Nou, de reparatie komt zo. We gaan eerst nog even de laatste dingen hierboven weghalen. Oh ja, de man achter de trap die zo eng... Daar kon je ook achter. Oh mijn god. Oké, zo, dan gaan we deze weghalen. Deze prachtige lampjes hier. Dan wordt het wel donker, maar dat moet dan maar, denk ik. Dan hebben wij glas om gelijk hierboven de reparaties te doen, zo. Dit hier kunnen we dan ook vullen met glas, zoals dit. En dan boven hier ook glas. En dan is alles gerepareerd hier. Dan is deze verdieping ook helemaal klaar. Dit hier is ook helemaal klaar. En dan dit hier kunnen we repareren. Daar hebben we het steen voor gekregen. Moet die, dat boekje daar ook nog even weg. Zo, hoppakee. Dan steen. Helemaal opvullen. Dan het plafond hier ook eventjes. Die lampen moeten er ook uit. Dan moeten van dit steen moet even stone bricks gemaakt worden. Want dat stoppen we dan. Hey Martin! Ik zag je wel. Martin! Waar ga je heen? Wat doe je? Wacht, ik doe die lantaarn even op mijn kop. Dan zie ik misschien wat meer. Wat? Hallo? Wat zijn we aan het doen? Hey, hallo!
Hey Martin, wat ben je aan doen? Ben je bezichtigen? Hey. Ja, ik heb een bezichtiging hier. Waarom heeft iedereen deze bezichtiging hier? Dit uitzicht vind ik minder. Ja, dat snap ik. Het is nog niet klaar. Ga weg. Het is nog niet klaar. Dit vind ik minder, zeg. Martin, het is nog niet klaar. Ga even weg. Ik ben aan het opruimen. Hallo? Ik heb een bezichtiging, hè? Nee, jij gaat even weg. Ik ben aan het opruimen. Pardon? Volgens mij ben ik hier... Klant is koning, zeggen ze dan. Nee, hè? Jij bent geen koning hier. Ik ben letterlijk de koning van de stad. Ga nou weg. Oh mijn god. Nee, ja, dat uitzicht vind ik ook niet moe. Nee, ik wil het niet hem. Niet ben ik klaar, mee. Het is ook nog niet klaar, allemaal. Oh, weet je, ga jij rondkijken? Ik ben toch druk bezig hier. Dit gaat ook weg. Ja, gat in de muur, hier ook heen mee. Ja, oh mijn god, welk gat in de muur? Waar heb je het over? Nog een gat in de muur. Oh, hierboven zit er nog gat in de muur of zo. Oh, hier zit een gat in de muur. Die moet ik ook repareren. Zo, hoppakee. Dan is dit helemaal klaar. Dan halen we dit ook weg. Hier, dan kunnen ze over niks meer klagen. Wat is dit nou weer? Waar ben je? Ja, dit is de buitenkant. Ga weg, ik ben druk. Ik ben hartstikke druk, man. Water lekt op de vloeren, het is allemaal niet mooi, hé. Martin, wat is dit nou weer voor iets? Wat is dit nou weer? Wat is wat nou weer? Dit was waar kijk ik naar? Dit was de beamer, maar die is weggehaald. Die heeft Fred meegenomen naar zijn nieuwe huis. Wat een beamer. Wat is dat? Zoek het uit, alsjeblieft. Wat is een beamer? Hallo? Jij door jou ook de rechtszaak verloren. Wat is een beamer? Een beamer, dat is een ding, dat ding... Bedoelen ze geen pieper? Nee, geen pieper, een beamer. Nou, ik bedoel echt een beamer. Nou, dat vind ik gek. Deze makelaar kreeg van mij te horen. Deze makelaar, nou, prima. Volgens mij ben ik de makelaar, dus dat komt wel goed uit. Zo, oké, dan is alles hier ook weggehaald. Dit ziet er goed uit. Dan is binnen denk ik helemaal klaar, jongens. Alles is weggehaald. Gaan we nu naar buiten. Gaan we de buitenkeuken slopen. Zo. In principe best wel simpel allemaal natuurlijk. Gewoon dingen slopen, makkelijker kan het niet. De tuin laten we met rust, want de tuin hoort gewoon bij het huis. Oh, bijna klaar, jongens. Bijna klaar. Zo. Dit ook hier. Deze ook weg. Hoppakee. Dan, als het goed is, is alles gedaan. Ja, hier meubels trouwens, die moeten ook nog even weggehaald worden, deze meubels. Oh, wie is het nou weer? Zeg maar, wie is er nou weer aan het bezichtigen? Ik hoor een deur. Wat is er? Ik kom eraan. Wacht nou even. Ik ben letterlijk bijna klaar. En nu ben ik gewoon klaar met deze domme taakstraf. Ik kom eraan. Wat is er aan de hand? Wie is er? Hallo? Het is weer donker. Kijk hoe lang ik al bezig ben. Even laatste spulletjes hierin doen. Zo, dit is alles wat nodig was van de verhuizing. Wie is er binnen? Hallo? Oh, wie is... Oh nee, het is Ariel. Wil ik daarmee praten? Hallo? Laat me, ik wil het niet meer hebben. Jij bent hier. Nee. Ariel komt terug. Ik vind het prima. Laten we even buiten een beetje pakken. Weet je, ik had een bezichtiging, maar jij bent hier, dus ik kom hier nooit meer wonen. Nee, dat snap ik. Ik zou hier ook niet willen wonen. Oh mijn god, die Ariel, jongens. Die vindt het nooit leuk om mij te zien. Zo. Slapen we even door de nacht heen. Het is klaar, denk ik, jongens. Ik heb... Oh, wacht, de brievenbus van Fred. Die moet ook weg. Zo. En dan die weg. Dan kan dit hier allemaal in. De brieven die hij nooit heeft gelezen. Hoppakee. Ik denk dat het klaar is, jongens. Het ziet er goed uit. De rest is allemaal decoratie van buiten. Dat laten we allemaal staan, maar dat is gewoon van de straten. De tuin is klaar. Ik weet je, de bezichtiging komt met Fred zelf al. Laten we nu gewoon even hier gaan zitten. Ergens. Even kijken, waar gaan we zitten? Hier gaan we zitten. Zo. Oh, wat doen we? Hier gaan we zitten. En dan wachten we even op Fred. Pardon? Oh, hallo? Hey, ik ben klaar. Ik was op jou jij aan het wachten. Jij zit hier. Ja, ik was op jou aan het wachten. Het is klaar. Je bent pas klaar als ik het zeg. Ja, ik ga maar controleren. Blijf maar even buiten. Oh, moet ik even buiten blijven? Ja. Oké, prima. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb het echt schoon gemaakt. Het is echt schoner kon ik het diep maken. Is het goed? Jawel. Ja, hè? Ik heb hier alles buiten neergelegd. Letterlijk alles wat ik binnen heb kunnen... Wat uit het huis komt. Je mag doen ermee wat je wilt. Het is voor jou natuurlijk. En dan is hij leeg, hè? Ja. Goedgekeurd? Goedgekeurd. Wacht. Oh, je gaat buiten nog even checken. Hierachter. Ja, dit heb ik ook allemaal goed gedaan. De rest, dit is natuurlijk allemaal meubilair dat moet blijven staan. Dat is natuurlijk gewoon logisch. Dat hoort bij het huis, dit. Ja, dat is netjes, hè? De tuin ziet er nog goed uit. Die heb ik natuurlijk met rust gelaten. Ja. Prima. Ja. Lever alle spullen maar weer in. Hier lever ik mijn spullen in. Ook het brood? Ja. Ook het brood, prima. Ook deze lamp hoort er trouwens ook nog bij. Dat ga je natuurlijk weer in de kist doen, top. Oké. Nou, ik ben blij. De taakstraf heb ik gedaan. Oké, dan mag je weer gaan omkleden. En dan zie ik je bij de volgende. En mijn spullen, waar liggen die? In het kantoor van de burgemeester. In het kantoor van de burgemeester. Mag je wel even heen. Oké, top. Ik ben druk. Ja, dankjewel Fred. Succes. Jij ook. Joejoe. Oh, mijn god jongens. Wat was dit een poeptaakstraf, hé. Ik ben blij dat het voorbij is, jongens. Echt waar. Ik ben echt heel blij dat het voorbij is. Laten we nu naar boven gaan hier. De burgemeester is er nog niet. Die komt blijkbaar morgen. Maar ik weet wel... Dat schilderij is nog steeds gestolen. Ik ben blij dat het voorbij is. De eerste. Maar moet je nagaan dat er nog zoveel meer aankomen. Oké, mijn spulletjes. Als het goed is, zei Fred dat het in het kantoor lag van de burgemeester. Ik ben benieuwd wanneer die komt. Hé. Hey.
Huh? Er ligt hier ook... Nee, mijn spullen. Wacht, is dit alles? Ja, dit is wel... Dit is alles. Huh? Wacht, laat ik het snel verpakken. Huh? Wat is dit, jongens? Er ligt hier hetzelfde rare spul... wat bij het museum van Alfred ook lag. Hè? Ik ben verward, jongens. Ik ben echt even verward. Hier even een flashback naar vorige aflevering. Jongens, wat is er gebeurd? Er is van alles gestolen in het museum van Alfred. Laten we even een onderzoekje doen. En er zijn allemaal knopjes achtergelaten. En ik denk dat dit een beetje clues zijn om te bedenken wie heeft dit gedaan. Oké, jongens, zoals jullie zagen, daar had je ook deze rare zwarte dingetjes op de vloer. Wat is het? En waarom is het hier ook? Fred heeft dit achtergelaten voor me. Heeft die groene... Ja, dit is natuurlijk groen, dus dat heeft Fred voor me achtergelaten met mijn spulletjes. Ik moet me wel nog even omkleden. Maar wat is dit? Huh? En jongens, jullie moeten echt... Jullie kwamen vorige keer met allemaal ideeën, maar misschien dat jullie nu nog meer weten. Misschien dat jullie nu nog meer verdachte dingetjes krijgen. Want heeft het iets met de burgemeester te maken? Of heeft het met Fred te maken? Ik weet het niet. Kijk, wacht, laten we even naar het museum gaan. Wacht, ik ga me eerst even omkleden. Oké, jongens, we zijn helemaal omgekleed. We hebben gewoon weer onze koningsoutfit aan. Laten we heel even naar het museum gaan. Want daar ligt precies dezelfde substantie. Ik weet niet hoe ik het echt moet noemen. Ligt op de grond overal. Ik weet niet of Alfred het al... Nee, Alfred heeft het nog niet weggehaald. Kijk jongens, precies hier ligt hetzelfde. Dus het mysterie wordt groter en groter. Maar wat is het? Wat is het en waarom lag het ook daarboven? Maar daar is niks gestolen volgens mij. Kijk, want hier ook... Dat plekken... Ik weet het niet. Wat is dit allemaal? Ik hoor een deur trouwens. Hallo? Hey Alfred! Alfred! Hallo? Hey Alfred! Hey! Wat kom jij doen? Ja, ik kom even vragen. Heb je al iets meer opgelost over de dief? Heb je je spullen al terug? Of Nee. De inbraak? Nee, nog niks. Ik ben nog steeds echt gewoon verbaasd dat Frederik jouw opa is. Echt waar. Ja, opa. Opa, ja. Maar nee, oké, dan ga ik weer weg. Dat was het gewoon. Oh. Ah, het is 12 uur. Ik heb lunchpauze. Oh, mijn god, die Alfred. Nou, de inbraak hierover, jongens, dat lossen we nog wel een keertje op. Maar dat dezelfde substantie daar lag, dat vind ik nog steeds heel vreemd. Maar goed, jongens, voor vandaag gaan wij deze content... Waarom laat de map daar niet in? Hallo? Het is daar ineens gewoon allemaal leeg. Ah, kijk, daar komt het al. Maar voor vandaag gaan we deze content van video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Laat even een reactie achter als jij een idee hebt wat dat zwarte spul op de grond is. Van wie het komt, weet ik voor wat allemaal. En misschien heeft de burgemeester er wel iets mee te maken. Maar misschien is het al gewoon vreemd. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken. En dan nu, hops, kijk even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van 1 deel. Heb je deze nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is. En dan nu spreek je later, glaasje water, tot 4, frisje bier. Tot de volgende keer, joh!